Ja, zoals te zien in het programma In Your Face op het YouTube-kanaal van NPO 3. Die doen van die sociale experimenten. En ze kijken dan hoe sociaal Nederland is in verband met verborgen camera's en zo. Dus dan gaan ze dat opnemen en kijken hoe mensen reageren. En er was een heel racistisch gesprek gaande op het terras. En Eloïse hoorde dat. En die stapte er meteen op af om daar iets van te zeggen. En daar hebben we even een fragment van. Je gaat toch niet met een zwarte, verdomme man? Je kunt toch niet gaan doen? Ik ga er nu wat van zeggen. Ik ga er nu wat van zeggen. Ga gewoon met mij mee. Een beetje zacht houden. Gesprek, wat de fuck ben je fucking racistisch? Ja, hoezo fucking racistisch? Doe even normaal, joh. Hoezo? Nee, ik maak... Dit is toch echt, sorry, zelfs ik, het spijt me, maar dit is zo racistisch. Waar bemoei jij je mee? Ja, schat, mensen moeten je op je plek zetten. Doe even normaal, joh. Hoezo? Omdat je zegt, ga niet met een zwarte. Ja, maar wat moet zij met mijn broer dan? Vertel eens dan. Wat moeite toch? Wat moet zij met hem dan? Wat moet je als zwarte met een niet-zwarte dan? Een zwarte met een niet... Ben je in? Ga naar fucking andere... Ja, doe. Hoezo hou je bek? Waar bemoei jij je mee? Ja, het is een beetje het gesprek van de avond. Het komt overal voorbij. Het heeft heel veel indruk gemaakt. Ook op sociale media wordt er heel veel over gesproken. Jij kent Eloïse natuurlijk redelijk goed van jouw programma Het Perfecte Plaatje. Ken jij dit gedrag van haar? Nou, ze is heel erg tegen onrecht. Dat hebben we daar ook een paar keer gezien. Als je iets verkeerd zegt, dan is ze wel de eerste die dat even recht zet. Dus als ze op straat iets ziet gebeuren waar ze in de buurt loopt, dan stapt ze daar ook rustig op af. Dus ik herken dit wel. En het verbaast mij dan ook wel dat ik vandaag heel veel dingen lees. Ja, dat is helemaal in scène gezet en dat kan allemaal niet waar zijn. Maar ze gebruikt best wel bewoordingen, zeg maar, die ze eerder heeft gebruikt per ongeluk in Stuk TV ooit. Daar heeft ze heel veel kritiek op gehad. Dus vandaar dat ik denk dat dit wel echt is. Dat is wel, want ja. Inderdaad zijn er ook verschillende stemmen. Ah, natuurlijk dat zij daar zat, maar dat lijkt, zegt men. Je komt er wel tegen in Amsterdam, hoor. Ja, precies. Toevallig te zijn. Maar er gaan ook veel stemmen op dat het geluid zo goed is dat het bijna niet... Ja, nou, daar hebben ze op gereageerd van Pauwnet. Ze zeggen, Eloïse ging tijdens de productie toevallig op het terras zitten. De opname is dan ook niet in scène gezet. Ook de vriendin van Eloïse zat niet in het complot. 100% toeval. Ja, waarom het geluid zo goed is. Ja, dat, ze zeggen dat dat gewoon iets technisch is. Wat ze... Nee, maar ze zijn natuurlijk... Beter, kijk, die twee jongens hebben dat gesprek. Die hebben natuurlijk een zender om. Die zitten in het complot. En ze zijn op zoek naar de reacties van de tafels daarnaast. Dus daar zullen ze ook wat cameraatjes en microfoontjes in. Het geluid is beter dan in menige Nederland. Als een speelfilm. Dat ja, precies. Dat klopt. Ja, en als in de arena bij Harry Styles. Maar, Je kan tegenwoordig natuurlijk ook met allerlei trucjes nog geluid... Je kan tegenwoordig hele stemmen van een plaat halen. Dus je kan ook wel geluid naar voren halen als iemand naast je staat. Dus dat is gewoon een stukje techniek. Nou, en ik denk dat de boodschap van haar boodschap sterker was dan haar taalgebruik. Dat het uiteindelijk absoluut, wel heeft gewonnen. Ja, ja.